Salutos weer. Zo, het is woensdag. Ik zweer, ik ben vandaag in zo'n hinderlijke buien. Vandaag ben ik echt op in een hinderlijke bui. Begrijp je? Echt hinderlijke bui. Begrijp je? Omdat... ik heb mensen gezegd, luister, dit gaat gebeuren. We gaan allemaal door een of andere gekke transformatie. Beter gewoon even joinen. Mensen willen niet luisteren. Ik span me niet. Kijk. Hey. Het is een tijd geleden. Zei ik van luister dan. Ik word echt afgeleid hier. Ik word een beetje afgeleid hier, joh. Wat een ass gek shit. Ik zag die shit van voor. Ik moest gewoon kijken. Hè? Hoe kan ik je ass van voor zien? Nou, dat kon dus echt wel. Gekke shit. Ja. En ze was gewoon blond hoor. Ze was gewoon blond. Dus ik weet niet wat ze op. Ik weet niet wat zij wel doen en bepaalde mensen niet doen. Maar ja, ik bedoel van je kan gewoon niet ontkennen, man. Je kan gewoon niet meer ontkennen. Ik ga je gewoon streng op zeggen. Toen ik jonger was, hadden die witte vrouwen die hadden echt geen lichaam. Gek, niks. Niks, gewoon strijkplank. Maar nu... En ik probeer soms die zusters, zeg ik van luister dan. Ik probeer ze hints te geven en shit. Van, kom gaan gymmen en shit. Willen ze niet doen. Ze willen niet naar de koude gym. Ik zeg, luister dan. Kijk, zie je wat er gebeurt? Normaal gesproken... Maar ja... Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Want nu... Kunnen die witte chicks... Die kunnen niet meer gaan sporten. Ja. En nu... Gaan we dus zien wat er met je lichaam gaat gebeuren. Ja, zo kan ik het ook. Wat denk je? Denk je dat je die shit kan blijven eten, gek? En dan denk je dat je zo'n lichaam kan krijgen als je niet gaat sporten? Dan gaat het niet worden. Dus nu gaan we even kijken wat's op. En hetzelfde geldt ook voor de mannen. De zogenaamde, weet ik veel, stoere gasten die alleen kunnen. Ze kunnen alleen maar, wat is die waggie? Ze kunnen alleen trainen met pre-workout. Alleen met pre-workout. Als je geen pre-workout hebt, kan je niet trainen. Oké. Zoals als je daarmee denkt. Oké, kan. Net als Popeye. Die alleen sterk is met zijn spinazie. Ja, ik weet niet, man. Ik vind het. We leven in een hele aparte wereld, begrijp je? In een hele. Eigenlijk een hele mooie wereld. Een hele simpele wereld. Met hele fucking aparte mensen. Begrijp je? En ik ben ook heel apart. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik ben heel apart. Maar ja, ik moet je wel eerlijk zeggen. Als ik iemand zou vinden die zo zou zijn als mij. Precies als mij. Ik zweer me gek. Ik zou gelijk beste vrienden met de woorden. Alles. Klaar. Fucka. Nee joh. Het is toch logisch. Fucka. Die kill is gewoon simpel. Als je wat wil weten. Vraag het hem. Doe niet moeilijk. Heb je respect. Doe niet de stoer. Dat soort shit. Begrijp je? Lul niet. Wees gewoon jezelf. Vlug in poppenkast. Volgens mij wil iedereen dat toch, of niet? Iedereen wil... Weet je, mensen willen verandering. Mensen willen verandering, maar ze willen... Fucka! Hoe denk je hoe het werkt dan? Denk je zeg maar dat als je wil verandering, maar je... Dat betekent toch dat iets niet meer moet zijn, toch? Of niet? Dat betekent het. Dat moment als jij zegt van luister, je wil verandering, betekent dat iets moet stoppen. Dus iets gaat kapot. Fucka met jullie dan. Wat was de kipasa? En nu, jullie willen, dat is dus nu aan de gang, toch? Of niet? Alles gaat dus nu kapot, want er moet dus verandering komen, toch? Fuck met jullie. Hé, luister dan. Niemand moet mijn shit komen vragen over wat ik van deze situatie vind. Wat ik van corona vind. Ik vind helemaal geen niks. Ik vind niks. Ik vind helemaal mooi. Jawel, ja, dat vind ik. Ik vind helemaal mooi. Ik maak mij niets uit wat er gebeurt. Als mensen vinden, is het probleem. Van mij is geen probleem, want ik geloof niet in jullie probleem. Ik maak niet jullie probleem mijn probleem. Dat gaan we niet doen, vriend. Dat gaan we niet doen. Dus we gaan wel even tokkelen. Kijk, hier zijn we even bezig. Even kijken. Wie ben jij?
Ja, toch, ik zie een van de keel uitkomen stappen met zo'n mondkapje. Ik denk, hé, fuck, weet je, dat is een beetje raar, toch? Eigenlijk is het voor de crimineel, de echte crimineel, de professionele crimineel, nu eigenlijk wel, denk ik, een van de beste momenten om een crimineel te zijn. Je hebt gewoon mondkapje, hè? Je kan gewoon shit doen wat je wil doen. Je kan... maar ja, ik weet niet, joh. Ik weet het niet. Het is dat ik me gewoon rustig hou. Dat iedereen me gewoon lekker met rust moet laten. Want als ik me hiermee ga bemoeien, dan gaat er echt een probleem komen voor iemand. Voor één van de twee partijen. Want weet je, ik hoor hier niet eens te zijn in het land. Hè. Dus ik zit hier gewoon, ik ben gewoon op doorreis. Ik heb geen eens een fucking... Ik heb gewoon verblijfsvergunningen zitten. Ik bedoel, ik ben geen Nederlander. Ik ben gewoon Surinamer. Ik heb Surinaamse nationaliteit. En nu zit ik hier fucked. Nu kan ik niet eens weg. Wil ik weg, kan ik hier weg. Moet ik hier blijven? Hey, ik heb jullie al gezegd. Wij zijn bezig met het Verenigd Caribisch Koninkrijk. Gewoon kijken wat er gebeurt, man. Gewoon kijken wat er gebeurt. We willen gewoon daar gewoon één gekke toren doen. Klaar. Kijk, al de presidenten zijn eigenlijk allemaal zwak daar zo. Kijk, Suriname, zwak. Al die Caribische shit is een beetje zwak. Het is gewoon van China in principe. Maar ja, als wij dat dan gewoon met z'n allen eventjes iets gaan doen daar zo. En wij zeggen gewoon ineens tegen iedereen van... Hé, luister dan. Wij hebben dus kokosnoten en medicijnen, cannabis. We hebben, ja, we hebben alles gewoon. We hebben nog een stukje Amazonegebied. We gaan eventjes handel met jullie drijven, jullie westelingen. Alleen jullie gaan echt een dikke... Dikke belasting iets krijgen voor het aan wat jullie ons hebben aangericht al die paar honderd jaren. En dat zetten we gewoon een contractje van een paar weken. We zetten gewoon een contractje van een paar jaartjes. Ja, klaar. En daarna is het gewoon schuld is afbetaald en daar praat niemand meer over. Over 100 jaar of zo. Is toch een goed plan? Klaar. En daarna kan niemand meer, daarna kan niemand meer hebben over slaven en wanhoop. Want dan hebben we het gewoon opgelost. Ik weet niet, man. Ik denk meestal in oplossingen en niet alleen in problemen. Dat kan misschien raar zijn wat ik denk, maar tenminste roep ik iets gek. De meeste mensen lopen alleen dingen te praten, maar zeggen helemaal niks. Kom met de alternatief dan. Als iemand wat tegen je zegt, iemand zegt tegen jou van ja, datgene wat jij doet is niet goed. Stel je voor je bent een stripper, stel je voor je bent prostituee, stel je voor je bent een gangster, stel je voor je bent een dealer. Maakt niet uit wat je bent. Al werk bij de McDonald's. Als iemand tegen jou zegt van ja, dat moet je niet doen. Dan moet je zeggen, oké, is goed. Wat is het alternatief? Heb je iets voor mij dan? Als die persoon geen alternatief heeft, zeg je gewoon tegen die persoon. Oké, bedankt voor jouw mening, maar je kan me niet helpen. Fuck you. Of iets in die richting. Fuck uit met die persoon dan. Die persoon zegt dat jij het niet moet doen, maar hij heeft geen alternatief. Hij heeft geen alternatief voor jou. Hé, luister dan. Hey, dat zijn bepaalde dingen, weet je. Wat ik ook in het leven ook al heel jong zag, hè. Ik bedoel van kijk, ik ben nu gewoon 41 en ik ben al 40 jaar hier in dit mooie land. Ik heb nog nooit aan gedacht om mijn Surinaamse nationaliteit weg te doen. Mijn hele familie zei dat ik het moest doen. Ik zei tegen hun van, jullie snappen volgens mij niet wat kan ik doen ben. Jullie snappen niet dat ik, weet je, al toen ik klein was jongen, toen dacht ik al van, ik merkte gewoon van, ik stelde gewoon bepaalde vragen. Ik zag gewoon van, die mensen hier om me heen hebben gewoon helemaal geen antwoorden. Ze hebben helemaal geen antwoorden. Ik vroeg mijn moeder een keer wat. Ze zegt, ze weten het niet. Ik vraag mensen, ze weten het niet. Toen dacht ik bij mezelf van... Ik weet het beter. Jullie weten helemaal niks. Ja, en toen was ik iets van, weet ik veel, 9 of zo, 10. Ja, en toen, en vanaf toen dacht ik bij mezelf van, ja... Wat kan ik hier nog leren? En op mijn 13e ging ik gewoon verhuisd weg. Nou, niet echt van huis weg. Ik werd weggestuurd, maar... je weet toch. Nou, in ieder geval, we gaan even verder. In your face. In your face. Joe. Hey.